deze maand gaat over gezonde keuzes maken. En vanavond is wel gezond en niet gezond. Ik zie er niet altijd zo uit. Zeker niet zo. We hebben vanavond een personeelsfeest. En personeelsfeesten bij mij op het werk zijn A, altijd heel gezellig. En B, het zijn ook altijd themafeesten. Met vanavond Proud to be Fouled. Vandaar de reden dat ik er zo fantastisch uitzie. Gaat op gebied van voeding, drank, lichamelijk misschien niet al te gezond zijn. Maar psychisch is het wel heel leuk om het jaar december natuurlijk met alle feesten af te sluiten. En dit is altijd wel echt een knaller. Dus gaan we goed komen. Het heeft gevolgd het hele programma, of in ieder geval mijn verslagen daarvan. Die weet dat afgelopen maand echt dramatisch was. Zowel de maandopdracht als het feit dat dat niet echt uitkwam bij ons thuis. Dat is natuurlijk allemaal niet in één maand weg. Dus het maken van gezonde keuzes is ook zeker financieel gezien een punt geweest bij ons. En die muis. En ja, daarnaast gaat het deze maand eigenlijk nog niet heel veel beter. Minnie Muis, het doet zeer. Waar ik oprecht anderhalf maand geleden nog dacht, joh, weet je, het gaat me lukken. Ik ga mijn balans steeds meer vinden, de puzzelstukjes beginnen op hun plek te vallen. En ja, weet je, het gaat me echt lukken. Ik ga een stukje balans aanbrengen. Nou ja, then life happened. En lijkt echt alles voorbij te zijn. Of nou ja, dat klinkt heel dramatisch. Maar de balans is nu in ieder geval wel ver te zoeken. En dat komt met name door onze financiële catastrofe van afgelopen maand. Wat we nog steeds aan het dichten zijn. En om dat kracht bij te zetten, heb ik te horen gekregen dat mijn contract in januari niet verlengd wordt. Oftewel, dan sta je in één keer gewoon op straat in de kou en is dat redelijk heftig. Weet je, ik twijfel er niet aan dat ik wat nieuws ga vinden en we gaan gewoon door. En dat komt wel goed. En weet je, als het moet is werk werk en dan is alles wat geld binnenbrengt om die hypotheek te betalen, werkt gewoon. Maar het zou wel fijn zijn als je ook wat kan doen wat je leuk vindt natuurlijk. En dat had ik aan de ene kant wel gevonden. Aan de andere kant snap ik, het kwam niet helemaal onverwacht. Maar goed, leuk is anders. En we gaan gewoon door. Ik sport weer en dat helpt me ook mentaal. Maar ik ben begonnen met paardrijden weer. Ik ben bijrijder van een paard. En dat betekent dat ik 2 keer in de week doe ik de hele verzorging en lekker buiten rijden en af en toe ook in het weekend gewoon flinke bosritten. En dat
weet je, ook even de afleiding thuis weg bij mijn schoonouders. Niet dat het daar niet goed gaat. Het is nog steeds allemaal hartstikke gezellig bij elkaar in huis. Maar je mist toch af en toe even dat momentje echt op jezelf. Of je even kunnen terugtrekken. Of gewoon asociaal lang uit op de bank met een zak chips in je joggingbroek. Dat doe je toch wat minder snel. Dus heftige maand. En oprecht heel jammer. Want ik heb echt heel erg genoten van afgelopen jaar. En van het hele programma. En als ik terugkijk, alle opdrachten, maandopdrachten, alles wat ik heb mogen doen, alles waartoe ik mezelf heb gezet om te doen, wat ik heb uitgeprobeerd, ook om te kijken wat juist niet werkt misschien. Dus super tof, heel erg van genoten. Alleen in deze laatste twee maanden kunnen we eigenlijk 2019 gewoon weer overnieuw beginnen. En ik weet niet of ik het al mag vertellen, Brenda, anders knip je het er maar uit. Maar we gaan ook gewoon door 2019. En gaan we opnieuw op zoek naar balans. Balans 2.0. Nou, met de kerstperiode, dan is net zoals vorig jaar de afspraak dat iedereen helpt waar nodig. Dus ook dit jaar weer. En dit jaar ben ik de nooddienst. Ik ben nu onderweg naar het Museumplein. Daar is een kerstmarkt. Een espressoapparaat heeft storing. En ik hou wel niet van rijden in Amsterdam. En al helemaal niet in parkeren in Amsterdam. En als ik ook nog op een museumplein moet zijn, gaat niet goed. Chaos. Dit soort dingen. Amsterdam, kruispunten. Waarom hebben we eigenlijk stoplichten? Het is alweer december. De allerlaatste maand van de Mama is in Balans Challenge. En ik wil graag heel erg ten eerste Brenda bedanken. De drijvende kracht achter Mama Nel en achter dit hele programma. En dankzij jou mocht ik een onderdeel zijn hiervan. En ik heb het jou verteld, maar ik heb ervan genoten. Alles wat we hebben mee mogen maken, alles wat je hebt gecreëerd en gedaan dit jaar heeft bijgedragen aan balans. En iedereen die het een beetje heeft gevolgd, mijn verhaal, dit jaar. Ik vond het echt super tof. Ik heb heel veel balans gevonden, ook al is dat de laatste twee maanden helaas even wat minder. Maar ondanks dat dit jaar niet met de knaller eindigt en de volmondige ik heb mijn balans gevonden waar ik op het begin van het jaar had op gehoopt, ligt dat niet aan het feit dat het programma niet is gelukt in mijn ogen. Het heeft er enorm aan bijgedragen. En ondanks het donker aan het einde van het jaar heb ik dit jaar wel geleerd om daar anders mee om te gaan. Ik ben er een stuk relaxter onder en dat vind ik al heel veel waard. En daarmee heb ik echt zo hard gewonnen dit jaar. Weet je, het jaar is niet fantastisch geëindigd, maar dat is het leven. En volgend jaar ga ik gewoon weer door met mijn zoektocht naar balans. Maar ik wil Brenda en alle andere experts van Mama NL echt enorm bedanken voor alles. En daarnaast ook nog even mijn ouders en mijn schoonouders die een heel groot onderdeel dit jaar hebben gespeeld. Of eigenlijk altijd natuurlijk, maar dit jaar was wel pittig voor mezelf, voor Jeff en voor de andere mensen om ons heen. En die hebben ons daar echt enorm in gesteund. Dus dankjewel. Dikke kus en tot 2019.